Woensdag 8 mei 2024, dag van de waarheid voor het eerste elftal van Kwik. De finale van de districtsbeker tegen Juliana 31. Kon de al knappe prestatie met het bereiken van die finale ook worden beloond met een overwinning. Kwik begon goed en na zo'n 22 minuten kopte Huid dan ook terecht de 1-0 binnen. Even later opnieuw een fraaie aanval van Kwik en dit keer ronde Jesse Kwik prachtig af waardoor het 2-0 werd. Ongeveer een kwartier na rust deed Juliana dan toch weer terug via Pijnenburg en was de spanning terug in de wedstrijd. Tien minuten voor tijd kreeg Kwik een hoekschop. De bal kwam op het doel van Schienenberg en hij maakte zo de bevrijdende 3-1. Twee minuten later was het alweer raak. Jesse Kip maakte zijn tweede en besliste de wedstrijd definitief. Na wat onrust op de tribunes werd de wedstrijd even stilgelegd. Maar ook na die onderbreking kwam de bekerwinst niet meer in gevaar. Hendricks mocht nog wel de 4-2 maken, maar daarna was het ook afgelopen. Een geweldig feest barstte los. Eerst op het complex van AGOVV en later in de kantine bij Kwik. Maar tot in de laatste uurtjes deze geweldige prestatie werd gevierd. Campeone, campeone, ole, 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 ole,